Rolf Zomer 76, die zegt met een 3,33 donatie. Enzo, ga je nieuwe huis bouwen? Nou, zou ik je wat vertellen? Dat was ook een beetje de bedoeling, hè? Ja. Tenminste, dat denk ik wel, dat dat een beetje de bedoeling is. We moeten maar even gaan kijken hoe dit allemaal, gaat. Ik denk eerst... Mag ik een klein beetje meer voor het beeld? Zeker. Ik zal de camera even wat beter zetten, zo. Zo. Zit je er nu goed bij? Ja. Iemand die zegt, wat heb ik allemaal gemist? Dat zegt Romein. Nou, wat je allemaal hebt gemist is dat ik 2 Valentijns cadeautjes heb gegeven aan Myron. Dat ik Minecraft heb gespeeld net. We gaan nu Sims spelen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Jamie Simswil, dankjewel voor je 3 euro donatie. Wat heb ik hier lang op gewacht? Sims, mijn naam zegt het al. Ik ga genieten. Ja, je naam zegt het al inderdaad. Jamie Simswil. Ja, dit wordt echt super vet, dames en heren. Als jij op play drukt, dan moeten wij hier kiezen. Er staat The Sims 4 nog niet eerder gespeeld. Nee, ik heb The Sims 4 nog niet gespeeld en heb geen hulp nodig. Of ja, ik heb het nog nooit gespeeld. Geef me een rondleiding. Ja, ik niet dus. Gewoon overslaan. Ja. Oké. Nou, is goed. Als het geluid van Sims te hard staat, dan laat het even weten. Ik heb in ieder geval de muziek van... Nee, dank je. Ik weet geen eens wat er stond. Ja, ik weet ook niet, maar je moet altijd op nee, dank je klikken. Laat weten als het muziek hard of te zachter moet of wat dan ook. Want ik heb Sims muziek uitgezet. Ik heb gewoon lekker een eigen beat opgezet. En daar gaan we het mee doen. Gaan we eerst jou maken of mij maken? Want we gaan onszelf daar maken, daar wordt toch? Een polletje. Nee, laten we eerst jou maken. Ja? Nee, laten we mij maken. Ik vind het heel vervelend met een koptelefoon. Omdat ik dan ook met jou moet praten. Oh, echt? Ja. Oké, nou dan doe je koptelefoon af. Oké. Dan hoor je alleen de Sims geluidjes niet. Nee, maar dat is niet zo erg. Oké, als je dat niet erg vindt. Oké, wie gaan we eerst maken? Jullie het scheetje, hè? Sorry. Zullen we mij eerst maken? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Heet. Hallo, ik heet Enzo Knol. Yes. Zo. Wat is je doel in het leven? Oké, en jullie mogen mee bepalen, dames en heren. Jullie mogen mee bepalen. Oké, ik zie even kijken, het geluid iets zachter. Geluid iets zachter. Zo. Oké. Even checken. Oké, wat moet ik gaan doen, dames en heren? Nee, wat is het doel in het leven? Je hoofddoel, zeg maar. Wat past goed bij jou? Ik zou zeggen sportief, creatief of fortuin. Oh, je kan niet meerdere kiezen. Nee, eentje. Dit is of echt... fortuin, zeg je? Ja. Ik zou zeggen sportief. Ja, ik moet zeggen, altijd als ik Sims ging spelen... Dan deed ik hem op sportief. En dan ging ik alleen maar sporten, op die band lopen, ja. Met gewichten trainen. Ja. Ging mijn hygiëne vet snel achteruit. Moest ik heel snel douchen, handen altijd wassen. Ja, ik zie hier ook heel veel mensen sportief, maar ook wel creatief. Ik zie veel sportief en creatief inderdaad. Maar die kunnen we, dan doen we deze sportief. Dat is dan zeg maar het hoofddoel, maar hier moet je van die sub-eigenschappen doen. Oké, laten we hier dan creatief doen. Creatief doen we. Ja, creatief. Kunnen we nog eentje doen? Aha. Kan je ook een man maken voor mij, alsjeblieft? Ja, dat kan. Want ik ben nu een vrouw. Even kijken hier zo. Ja, dat ben ik nog niet helemaal, maar nee, goed. Maar dat doen we straks. We komen er wel. Zelfverzekerd vind ik jou ook wel. Vrolijk. Vrolijk, tuurlijk. En je kan hier ook nog meer kiezen. Arugaba. Hier niet echt eentje van. Ambitieus. Nou, zeiden we tegelijk. Oké, nou dan hebben we die klaar. Fanti. En dan kunnen we hier, dat kan jij horen. Wat die geluidjes, wat de stem. Oh ja, de cam zat er heel even voor, maar nu niet meer mensen. Gelukkig zien jullie het nu weer. Oh, de stem. Alle pas, mooi alle pas. Oh mijn god, mag ik dat zo? Julie Brazig, kan Bippa Lomberg. Hoor dit dan. Vinaya Skuno. Blitta Lex. Aurora. Sepoma Wabossi. Wow, yo, dit is geniaal. De hoogte en dan de soort... Oh, moet het geluid wat zachter van Sims? Dan doe ik geluid wel even wat zachter van Sims. Geen probleem. Zo. Nee, Sims geluid is goed, denk ik.
Nee hoor, nee, nee, nee. Oh, Sims nee, geluid moet... Oh, nee, sorry. Oh, dan doe ik alweer wat harder. Sorry. Ja, nu moet je een beetje de soort kiezen en dan de hoogte van de stem. Ja, even mijn stem. Oh, Fenaya. Bantrop, Califoy. Shloof, Bajelja. Edegomp, Shloof. Ik denk die hartelijk. Lagar, S.U.W.E.P. Hartelijk? Ja, dat is dat vuurtje. Het vuurtje. Vindekraal. Het is wel enthousiast. Meske je jems. Nobi. Ja, top. Ja? Ja. Ebony sycophos. Oeh, Bernala. Ik wil klinken alsof ik altijd helium op heb. Ja? Ja. Oh, moet ik de muziek ietsje zachter zetten? Dat snap ik wel. Laat me de muziek even iets zachter zetten. Zo, ik heb de muziek iets zachter gezet. Oké, wat nu? Ik laat de muis aan Marion over, want die heeft het vaker gespeeld. Nu kunnen we je loopje bepalen. Oh, is dat deze? What? Deze. Wow, ik kan me helemaal niet herinneren dat je dit kan doen. Misschien heb jij Sims 3 gespeeld, want Sims 3 kon dat niet. Ik denk dat ik Sims 3 heb gespeeld. Ik wist het allemaal helemaal deze. Niet. Deze. 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 Ah. Deze heel moe. Deze. Deze, ja. Deze. Altijd deze. Nee, deze. Deze. Energiek. Energiek. Superleuk. Yep. Oké. Nou, vind je? Dan hebben we hier alles gehad. Ja, serieus? Ja, dit is alles. En dan gaan we bij het gezicht beginnen. Oh, let's go, dames en heren. We gaan mij even bouwen. Zo, wat is dit allemaal gedetailleerd. Ja, dus dan heb je sowieso niet Sims. Ik heb dit nooit gespeeld, Sims 4, blijkbaar. Ik heb dat volgens mij toen ook gekocht voor jou. Ja, klopt. Ja, ik heb dit gekocht voor Myron op mijn Origin. En ik heb de Sims 3 altijd gespeeld. Zo lang geleden is dat voor mij. Kijken hoe die... Ja, je moet even gezicht kiezen. Je kan alles aanpassen, maar... Ja, als jij alvast een beetje een begin doet, dan lees ik nog even wat dingetjes op. Maar als jij alvast even een beginnetje maakt... Ik kies altijd al even een beetje een gezicht. En dan kan je echt lippen, neus, alles kan je aanpassen. Maar ik denk dat deze wel goed is. Noemen we sowieso dat weg. Silver NL, oftewel Patrick. Veel plezier met bouwen. Ben benieuwd. Tof spel ook, Sims. Dankjewel, Patrick. Snuifduif 31, die zegt met een donatie van 3 euro. Hi Enzo en Marion, jullie maken mijn leven zoveel leuker. Ik word gepest omdat ik een ziekte heb en ben dan ook soms verdrietig. Maar dan kijk ik jouw video's, oftewel lives, en maak me ook weer happy. Dankjewel daarvoor, veel plezier nog. Snuifduif, maak er het mooiste van en laat je niet gek maken. Sandy X, dankjewel voor je 3,33 euro donatie. Hey maatje, Marion, jij kan echt mega goed schaatsen. Echt superleuk om te zien in de vlogs. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het echt cool. Omdat Marion is zo goed in schaatsen. En hoe vet is het dat nu ik met Marion ga, dat ze dan zo in de vlogs komt. En dan zo knijtsgoed kan schaatsen en dat kan laten zien. Ik vind dat echt heel cool. Ik vind het ook leuk. Ik vind dat echt heel erg vet. En ik vind het ook lief dat iedereen zoveel complimentjes geeft. Ja, dat is ook super schattig. Dat is heel lief. Oké, er wordt een beginnetje gebouwd van mij, hier zo. Ja, ik probeer altijd eerst een beetje de rondingen van het gezicht goed te doen. Ja. Jouw lippen staan iets verder naar voren. Die kin staat ook een beetje zo. De neus is iets groter. Oké, ik maak even voor Insta-story. Zo, mijn haar komt helemaal uit mijn pet. Schattig hoor. Oh, leuk. Oké. Dames en heren, ik ben nog steeds live op Twitch. Kom even kijken, swipe omhoog. Ik ben samen met Myron en we gaan Sims spelen. Of dat zijn we al aan het doen, wordt superleuk. Dus kom even checken. De chat is ook helemaal geweldig en hartstikke enthousiast. Dus swipe omhoog. Dit is Voldemort. Dat vind ik niet zo leuk. Dit is Voldemort. Ik heb een kontkin, maar ik heb niet zo'n neus. Nee, dat klopt. Wel serieus, hè? Ja, je hebt echt zo'n... En je hebt echt een rechte neus van de zijkant. Myron kijkt ook af en toe nu naar mij, om het even te checken. Ja, het is wel bijzonder, want dit is echt bij jou zo, echt zo precies. Kijk, zie je dit? Hier zit zo'n bochtje in. Zie ik er zo uit vanaf de zijkant bij mijn neus? Zie je zo? Nee, juist niet. Daarom zoek ik nu naar de juiste neus. Omdat het veel rechter is. Dit is echt zo bij jou heel recht, zo, dit bedoel ik. Ja, dat is wel goed zo. Deze is wel redelijk goed. Het is gewoon een mooie piste. Ik denk, nou, die bovenkant moet iets... Wow, dit kan je ook helemaal zo doen. Ja. Dit is gedetailleerd bewerken. Kijk, kan je ook helemaal zo dit vleugeltje zo doen. Wow, Mario, je gaat wel echt flink op los hoor. Ja. Iets smaller neusje zo. Doen we de lipjes. Je hebt wel goede bovenlip.
Ja, ik heb een goede lip eigenlijk, hè? Ja. Nou, dat verbaast me ook. Zoiets. En dan heb je wel wat vrolijker altijd, hè? Gewoon een beetje zo, die mondhoekjes zo een beetje. De mondhoekjes zo met zee. Ja, daar staat hij nu, hè? Ja. Wenkbrauwen? Jouw wenkbrauwen? Ik denk dat het pas echt heel erg op mij gaat lijken als het haar erop komt. Want dit is natuurlijk gek gezicht, zo kaal. Oké, dan gaan we eerst even het haar. Zullen we even een beetje het haar? Want dan krijg je al meteen een beetje... Of een pet. Ja, dat kan dus. Dat heb ik al een keer. Ja, misschien kan je dat wel downloaden. Dit zijn wel een beetje jouw wenkbrauwen. Maar klik eens op die pet dan. Je hebt blonde wenkbrauwen. Wat? Nee, dat is echt niet mooi. Serieus. Ik zal het je laten zien. Zit er geen knolpowerpetje of iets bij? Nee, ja, hier heb je wel een pet die ook in het rood kan. Maar kijk hoe lelijk die op zijn hoofd zit. Dat lijkt wel gewoon een bouwhelm. Ja, dat is zo lelijk. En ja, dat is lelijk. Ik heb dat al vaker geprobeerd, maar ik vind het zo lelijk. Ja, dat is niet mooi. Dus nee, dat kan niet. Nee, oké. Nou, dat doen we niet dan. Het petje doen we weg. Ja. Was leuk geweest, maar jammer. Lieke, dankjewel voor je 3 euro donatie. Hoi Enzo. Ik ben nu samen met mijn 2 kuikentjes die vandaag uit het ijs zijn gekomen de stream aan het kijken. Wow, dat is vet. Gewoon 2 kuikentjes erbij. Gefeliciteerd. Ik hoop dat de geboorte goed is gegaan. Blond sowieso even. Superleuk, Lieke. We moeten even het goede haar vinden, maar het is heel lastig, want jouw haar zit er eigenlijk niet tussen. Hier, mijn opa. Ja. Nu maak je het hoofd smaller. Oh, heb ik nou wat gedaan? Ja. Oh, sorry. Sorry, ik zal wel er niet mee aankomen. Oh, dit is helemaal kut. Wat deed jij? Ik heb geen idee. Ik heb in 1 keer brede wangen of zo. Ja, je ging helemaal de hoofd helemaal smal maken. Kijk, nu is het helemaal weer breed. Oh, wat? Oh, zo. Sorry, ik druk weer ergens op. Deze moet ook iets meer zo. Oh, je kan daaronder met die pijltjes kan je terug. Oh ja, maar maakt niet uit. Ik heb het nu al... Thanks chat. Ik zie dat door de chat hoor, ja. Niet omdat ik het weet. Oh, ik wou nog zeggen, het is jammer dat je niet Ctrl-Z kan doen hier zo. Ja, maar dat kan dat dus is wel. Hetzelfde, ja. Je kan dus ongedaan maken, dankjewel chat. Ja, wat ik dus denk is dat ja, jouw haar is echt lastig. Ja, mijn haar is wel lastig denk ik, ja. Dus misschien moeten we gewoon zoiets doen. Oké, wel cool, wel cool. Ik ben mijn haar aan het laten groeien, dus wat dat betreft. Ja, jij wil het een beetje zo laten groeien. Ja, een beetje lang. Een beetje Quinny Boy. Hi Michael. Of deze. Deze vind ik wel vet. Ja, deze vind ik vet. Ja, kuifje. Ja, dit vind ik cool. Een mooi kuifje aan de zijkant. Hi Michael OG, dankjewel voor je 3,01 euro donatie. En zo, met het uitbreidingspakket Get Famous kun je YouTuber worden en kan je bijvoorbeeld ook streamen. Is misschien wel leuk als jullie toch jezelf gaan maken. Woi yo. Woi yo. Woi yo, uitbreidingspakket, Get Famous. Woi, dat is wel sick. Oh, jij zit weer mij te bestuderen. Ja. Misschien ga ik dat later doen, Michael. Dankjewel voor je tip. K-K, die zegt met een 3 euro donatie. Hey Enzo en Marvin, ik speel toevallig ook Sims al vanaf de 1e, 2e, 3e en nu ook nog de 4e. Ik ben samen met mijn zus daarmee opgegroeid. Ja, super ziek. Ik ben er ook mee opgegroeid, maar ik heb Sims 4 nooit gespeeld. Nu voor het eerst. Desiree Smit, dankjewel voor je 5 euro donatie. Leuk dat jullie Sims 4 spelen. Welke uitbreidingen hebben jullie van de Sims 4 in de galerij staan? We hebben nog geen uitbreidingen. In de galerij staan jullie, altijd leuk om te kijken. Ja, wij hebben nog geen uitbreidingspakketten. We hebben gewoon alleen Sims 4 gekocht, that's it. Ja, blauw haar, zeggen de chat. Oh ja. Blauw haar. Dat kan wel, ja. Let's go, inderdaad. Hey, goeie chat. Daarom is het zo leuk om live te doen, Sims. Ik krijg gewoon meteen reacties, kunnen we het meteen helemaal nice maken. Ik vind die ogen altijd zo lelijk van Sims. Ik denk deze. Wil je wat drinken? Zal ik het even pakken? Dan kan ik ook even plassen. Zo groot. Wil je het haars blauw maken? Daar ben ik benieuwd naar. Ja. Maar die ogen moet ik eerst even fixen, want die zijn te groot. Die pupillen kun je ook groot maken. Wow, ik zit helemaal met verbazing te kijken hoe erg je Sims-karakter zo kan aanpassen. Yes! Zullen we dit gewoon doen, mensen? Of deze blauw. Nee, die andere. Dit is het meer, hoor. 100%. Die wenkbrauwen matchen echt totaal niet nu. Check dan. Dit is echt wel die blauw hoor. Kijk dan. Ja, dat is wel zo. Die wenkbrauwen moeten dan eigenlijk
Ja, die moeten bruiner. Die wenkbrauwen moeten de... Jij hebt echt blonde wenkbrauwen, schat. Heb ik blonde wenkbrauwen? Meer dan blond. Echt? Ja. Oh ja, wel donker. Lichtbruin. Nee, blond. Lichtbruin. Dat is echt blond. Ik heb veel donkere wenkbrauwen. Ja, jij hebt wel veel donkerder. En mijn haar is weer blonder. De chat zegt blauwe wenkbrauwen. Ja, maar blauwe wenkbrauwen gaat er zo, ziet er zo uit. En dat heeft hij niet. Dus dat we doen wel gewoon deze, ja? Ja, deze vind ik wel nice, ja. Ja. Kijk, weet je wat we eigenlijk nu moeten doen? Ik vind hem nog niet helemaal op mij lijken. Nee. Oh, maar je bent ook nog lang niet klaar. Nee. Kijk, ik doe dan altijd gewoon alles uit. Nou, dit lijkt zeker niet op mij. Ja, dit zo. Ja, dit wel meer. Ja, dit ben ik. Klaar! Ik loop de rest van de dag in onderbroek. Nee, jij hebt inmiddels een klein beetje lichaamsvet zo. En een beetje zo. Ja, ik ben niet zo... Ik ben best wel atletisch. Ja, mijn schouders zijn wel een beetje breed, hè? Wow, dit kan je echt ziek aanpakken. Je hebt ook wel meer billetjes dan dit. Ja, ik heb ook best wel een kont, hè? Zo. Nou, dan weet ik ook wat ik straks bij jou ga doen. Kun je die boven... Oh ja, ga jij mij doen dan? Dat is wel leuk. Ja, doe jij mij, dan doe ik straks jou, ja? Ja. Nou, dat wordt nog wat, mensen. Dat wil je zien hoe ik maar weer ga maken straks. Je weet dat ik daar echt zo slecht in ben. Ik denk dat het zoiets is. Nou, ik denk dat ik wel wat dikker ben, hoor. Dit is nog wel heel atletisch. Ik ben nog wel wat dikker. Ja, zo ja. Ja. Ja, benen zijn wel inderdaad wat dikker, ja. Zo? Ja, dit is wel iets beter. Schouders nog wel iets breder, hier. Bicep. Bicepje wat erbij. Ja, 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 ja. Nu begint het wat meer op te lijken. Zoiets, ja, dat is al beter hoor. Wat denken jullie, mensen? Dit klopt wel volgens mij. Je bent breder, zeggen ze allemaal. Nou, dat vind ik lief hoor. Nog breder? Dat vind ik lief. Hij kan niet breder, dus dit is al het breedste wat er is. Gewoon kast. Ja. Meer gespierd, zegt Tobias. Meer gespierd, ja. Maar Enzo die was heel erg gespierd, jongens. Nou. Maar hij moet weer een beetje trainen. Hij is nog steeds gespierd. Let's go. Je bent nog steeds gespierd. Let's go. Maar doe nu eens ontspannen. Dit is ontspannen. Nee, doe nu eens ontspannen. Let's go. Kom maar met die blokjes. Nee, dit zijn al blokjes. Meer sixpack. Dat zegt de chat. Kijk de chat, schatje. Okay, schatje. Meer sixpack. Kijk de chat. Zo? Zo, mensen? Dit lijkt net Roblox. Oei, joh. Zo, dan. Zo. Ja, dit vind ik goed, hoor. Daar ben ik echt tevreden mee. Ik ook. Ja, zijn we tevreden mee, chat? Dit is top, hè? En het gezicht. Wat moet daar nog anders aan? Goede shoulders, hè? Goede shoulders. Ja, je moet wat smaller gezicht. Goede shoulders. Blij mee. Wat moet er aan het gezicht veranderd worden? Kontkin, ja, die heb ik al een beetje proberen te maken. Ja, ik heb al een kontkin hoor, mensen. Kijk dan. Het zit er al redelijk goed op. Ja, deze is de echte kontkin. Maar dan ziet hij aan de zijkant. Oh ja, die kan hij een beetje zo doen. Oh ja, dat heb ik wel een beetje. Ja, dit is wel beter, ja. Eerlijk is eerlijk, dit is wel beter. Matak, dankjewel voor je suppie. En Anouk Bunninga, dankjewel voor je 3 euro donatie. Ga je vanavond nog Pummel Party spelen? Je maakt veel mensen blij. Respect voor wat je allemaal doet. Dankjewel, Anouk Bunninga. Nee, ik ga vanavond geen Pummel Party spelen. We gaan de rest van de avond lekker Sims spelen. Yay. Echt? Wil je wat drinken? Ja, Ranja. Volgens mij staat het nog op tafel. Oké, ga ik pakken voor jou. Oké, ik ga nu even lezen. Ja, baardje. Wil je ook een baardje en zo? Ja, een klein beetje. Ik weet niet of dat... Een klein beetje kan, eerlijk gezegd. Ik doe de deur dicht, stream. Geen probleem. Sikjes. Baarden. Oh ja, dan kunnen we... Wow, een beetje blauw zo. Dat is wel geniaal. Maar Enzo heeft een beetje rossig eigenlijk. Die heeft een beetje deze kleur. Doen we deze kleur? Of doen we hem nog iets donkerder? Deze. Ja, ik denk deze kleur. Is dit de goede? Ja, ik zie ja, lichter. Ja, doe. Ja. Oké, top. Deze is perfect. Ja, ik denk ook dat hij zo wel, het hoofd wel al redelijk goed is. Het haar is alleen niet... Daar ben ik gewoon niet blij mee. Maar misschien moet ik daarvoor
een keer een uitbreidingspakket kopen of een mod downloaden. Want op mijn eigen laptop heb ik wel wat mods gedownload, ook voor interieur. Maar ja, dat heb ik nu op Ensus computer natuurlijk niet. Ja, ik denk wel dat dit het beste haar is die er tot nu toe tussen staan. Even kijken. De pupillen iets groter, zie ik Nina on Twitch zeggen. Dus even kijken hoe dat eruit ziet als we de pupillen iets groter doen. Zo. Ja, dat is wel een goeie. Ja, ik ben wel tevreden over het gezicht zo eigenlijk. Ja. Oren zie ik ook. Bredere mond. Nog breder. Ik vind hem best wel breed al. We kunnen wel even kijken of dat zo iets breder. Nu is hij iets breder. Ja, dat kan op zich wel. En de oren. Iets kleiner. Of doen we zo? Nee.